hebben op de brief een positieve reactie gehad van het ministerie. We hebben een uitnodiging gekregen van minister Blok om vanmiddag met hem in gesprek te gaan. Daarnaast hebben we ook van collega's reacties gehad die mede willen ondertekenen, die dit initiatief steunen. En ik merk dat het heel breed gedragen wordt. En met collega's bedoel ik niet alleen collega's binnen longziekten, maar ook binnen dermatologie, binnen oogheelkunde. En ook internationaal zijn er al collega's bereid om dit initiatief te steunen. Dus ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. En wat wilt u bereiken bij de minister zometeen? Nou, bij de minister willen we vooral bereiken dat er voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Dat er wordt gezegd dat je er voorzichtig mee om moet gaan. Dat is één, dat de werknemers die ermee werken, dat die ook wel degelijk doordrongen zijn van het feit dat ze voorzichtig met dit soort materialen moeten omgaan. Maar ik denk dat het ook goed zou zijn als we onderzoek gaan doen naar de werkelijke gezondheidseffecten. En ik hoop dat daar opening voor geboden gaat worden. Goedemiddag. Goedemiddag. Mooi Lijn Rent. Stef Blok. Dag. Kom binnen. Stef Blok. Dag. Kom binnen. Neemt u plaats. U bent met z'n tweeën? Ja. Ik had een grotere delegatie verwacht eigenlijk. Ja. Ik vond het een heel positief gesprek. Allereerst was het natuurlijk heel mooi dat we uitgenodigd zijn. En al snel bleek dat zowel hij als de ambtenaren toch overtuigd zijn van het feit dat we voorzichtig moeten zijn met deze materialen en dat het niet zonder risico is. En nu? En nu, we zijn gevraagd om met een soort samenvatting te komen, om nog eens goed op een rijtje te zetten wat zouden nou de effecten kunnen zijn. Ze hebben gevraagd of wij daar een soort advies over willen uitbrengen. En er is ook gezegd, gevraagd om contact op te nemen met de gezondheidsraad, omdat die ook kunnen helpen met de juiste maatregelen te treffen. En tenslotte hebben ze ook aangegeven dat ze met de branche gaan praten om in ieder geval ervoor te zorgen dat er goede beschermende maatregelen worden geadviseerd.